Beste Sergio, wij willen een nieuwe Panda. Roep om een Nederlandse meetcyclus. Zuinigheid troef in Autoweek. Dag en welkom bij een nieuw Autoweek journaal. De nieuwe Fiat Panda is zeker een leuke, kekke auto, maar hij biedt niet helemaal dat gevoel van vroeger. En Alexander, daar willen wij verandering in brengen. Dus open brief. Ja, we hebben dit budgetnummer van de Autoweek hebben we aangegrepen om smeekbeden te sturen naar Sergio Marchionne. We hebben op basis van Fiat Panda van Niek de Boer, de mensen die de occasion rubriek lezen, die kennen hem natuurlijk wel. Ja. Hebben wij een retro versie van die auto laten tekenen. Een lekkere basic Fiat, een beetje zoals Fiat's horen te zijn. Mm-hmm. Lekker bereikbaar, lekker licht, lekker wendbaar in het drukke stadsverkeer van Rome. We zien het helemaal zitten. Oké, en hebben we nog eisen gesteld behalve het uiterlijk? Of gaat het ons puur even om het concept? Hij moet natuurlijk licht zijn, maar ook een laag verbruik, lage prijs. Dat zijn een beetje de dingen waar Fiat eigenlijk ook altijd wel goed in was. En met zo'n nieuwe oerpanda denk ik dat ze flink zouden kunnen scoren. Oké, en denk je reactie? Volgende week brief terug? Misschien, ik denk niet volgende week. Het duurde, we hadden ooit ook een Renault 5 hadden we laten tekenen. En ja, uiteindelijk hebben we, na een maand, hebben we wel een reactie van Laurens van der Akker ook gekregen. Dus wie weet over een maandje. Wat was zijn reactie? Even om de lezers te helpen herinneren. Hij vond het hartstikke leuk, maar het kwam er een beetje op neer dat ze het toch niet gingen doen. Maar misschien dat Sergio wel geïnspireerd raakt door ons. Oké, ik ben heel benieuwd. We wachten af. Alexander, dankjewel. De laatste weken is het praktijkverbruik van auto's een ware hype. Ineens komen alle media erachter dat auto's, verrassing, niet zo zuinig zijn als opgegeven. Cornelis, wij vielen niet bepaald van onze stoel, hè? Nee, het is gewoon een bekend gegeven. Maar nu ineens de roep uit Nederland, D66, van die willen dan een eigen test voor Nederland. Los van de haalbaarheid, zou dat ook maar iets uitmaken? Totaal niet. Het is natuurlijk gewoon een beetje voor de publiciteit een schreeuw om aandacht. Ja. Je kunt zoiets in Nederland niet regelen, want het is Europees al geregeld. Dus als Nederland is dat een beetje mosterd naar de maaltijd. Er wordt al aan een nieuwe cyclus gewerkt. Dus al zou je in Nederland iets gaan doen, dan loop je alsnog achter de feiten aan. Ja, nou, we hebben het onlangs met die nieuwe cyclus al gemeten. Jouw conclusie was, het maakt niet zoveel uit? Maakt niet zo heel veel uit. En ja, dat zal in de praktijk ook weer het resultaat geven. Dat fabrikant toch weer de grenzen gaan opzoeken van de meetmethode. Want dat is nu de klacht, hè? Dat nu wordt zelfs geclaimd, de fabrikanten plegen bedrog, want die testen een manier die illegaal is. Maar nee. Nee, er zijn marges en omdat je natuurlijk een meetonnauwkeurigheid hebt, heb je een marge waarbinnen dat moet zitten. En ze doen allemaal de grens van die marge nog een keer op. Ja, maar het zal bij nieuwe testen ook zo zijn. Dus wat je ook aanpast, dat blijft toch gelijk? Ja, klopt. En wat ik ook begrepen heb, is dat stel voor dat de fabrikant zou zeggen van uit de test komt 1 op 30, maar in praktijk rijdt hij 1 op 24. Dat mag volgens mij helemaal niet. Mag je niet zomaar communiceren, nee. De opgave is de opgave en daar moet je eigenlijk mee doen. En dan kun je wel zeggen van we hebben een andere cyclus, we hebben een rondje door het veld gereden, daar komt dat uit. Ja, dat is wat anders, maar goed, dat is niet reproduceren. Maar de klacht van de politiek van de fabrikanten niet eerlijk zijn erover, dat komt eigenlijk door hun eigen regels. Want de fabrikant die mag niet meer melden. Dan. Nee, precies. Het zijn gewoon regels die staan. En ja, het is net als in sport, autosport. Je zoekt het reglement, pak je erbij, dan ga je je auto nabouwen. En dan zorg je dat je zo dicht mogelijk aan de rand zit. Ja, ja, en bij een nieuwe cyclus opnieuw. Wanneer moet die komen, nieuwe cyclus? Wat is de planning? Het is natuurlijk een theorieverhaal op dit moment nog. Ja. En dat moet allemaal nog in de praktijk uitgerold gaan worden. Dus ik denk zo 2017 of zo dat realiteit is. Oké, nou tegen die tijd kijken wat er dan bijtellingsvrij is. Ja. Cornelis, dankjewel. In deze tijden van de crisis moeten we allemaal de broekriem aanhalen. En daar gaat Autoweek je mee helpen. Deze week hebben we namelijk een ware budget special met tips om zoveel mogelijk geld te besparen in en rondom de auto. Denk aan tips om zuiniger te rijden, manieren waarop je veilig kunt besparen op je eigen onderhoud en tips voor aantrekkelijke occasions. Vanaf morgen ligt de Autoweek budget special in de winkels, vergeet hem vooral niet te halen. Verder in Autoweek 12 nog de volgende onderwerpen. We hebben een dubbeltest tussen de Renault Clio en de Kia Rio. Een rijimpressie van de Mitsubishi Space Star en een klokje rond een Toyota Aygo met meer dan 200.000 kilometer op de klok. Dat was het alweer voor nu. Collega Roland Tameling gaat einde deze week rijden met de nieuwe Ford Fiesta ST. En ik ben net zo nieuwsgierig als jullie. Tot vrijdag. Dag.